Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van... Wat een timing! Oh, ik ben zo nieuwsgierig! Wacht eventjes. We hebben een zwaard, dan moet het schild er ook bij geven. Een seconde! Veel beter, veel beter. Het heeft Eevees nodig. Zo, helemaal door de Eevees. Maar zeep, nu zie je de dingen bijna niet. De Master Sword en schild en... Who cares? Welkom bij deze Loot Chest unboxing video en een kleine update video. Waarom ook niet? Mijn camera die staat verkeerd. Ik weet niet wat er allemaal achter de schermen valt, maar boeit me eigenlijk heel erg weinig. Goed, liefje onder zo'n gevallen. Welkom bij deze Loot Chest unboxing video. En een speciale update, waarom ook niet? Speciale updates. Er zijn wel een paar updates voordat ik ga unboxen. De eerste update is voornamelijk over het evenement First Look. Het is weer zover. Jaarlijkse First Look Festival, dat komt er natuurlijk weer aan. Ben ik daar aanwezig? Nou, natuurlijk, First Look, die kennen me ondertussen wel een beetje. Die heeft ik heb hun gevraagd van, nou, vinden jullie het leuk als ik langskom? Dus ze zijn dan gelijk, ja. Maar ja, het nadeel is, Nishikon valt tegelijkertijd met First Look. Dus kan ik maar één dag aanwezig zijn op First Look. En dat zou dus op een zondag zijn. Dus ga je naar First Look toe. Ik ben zondag aanwezig op First Look. En waarschijnlijk ben ik daar als Mario. In verband met, dat is ondertussen een beetje traditie. Jullie zitten niet in beeld. Komen jullie nou eens even een beetje verder zo in beeld? Zo. Dus, dadelijk moeten jullie wel even op de bank, want we hebben een unboxing video. Goed, in ieder geval. Even over de zondag, mocht je nou dus geen kaartje hebben, want ik heb gehoord dat ze de leeftijdsbeperking hadden weggehaald. In ieder geval, dat weet ik niet zeker. Maar mocht je dus geen kaartje hebben, rond een uur of één sta ik buiten voor de kijkers. Wil je een keertje even hoi zeggen? Zit je in de buurt van de jaarbeurs op een zondag? Volgens mij was dat de... 9e? Zondag 9 oktober? Komt even onder in beeld. Maar ja, dan sta ik dus rond een uur of één sta ik dus buiten om jullie dus gezellig langs te komen. Erwin die zal er sowieso bij zijn. Gregory is erbij. Erik die is er dan niet. Die zit dan ook op Nishikon. Dus ja, dat zeker. Dus misschien zie ik jullie daar wel. Hartstikke leuk. De 16e was er weer onweer. Helaas heb ik te weinig beeldmateriaal. Maar ik ben eindelijk de mensen van Online Wedden tegengekomen. Die daar dus ook stonden te filmen. En die hebben dus een prachtige foto te pakken gekregen. Ik stond met mijn auto de verkeerde kant op. Zul je ook zien op de foto. Hier komt even de foto in beeld. Deze foto is van Wouter. Die is door Wouter gemaakt. Dus echt Online Wedder. Je kunt ze volgen op... Facebook, ik zal de link daar ook eventjes in de beschrijving bij neerzetten, want echt, het wordt daar een hele link op zijn. Maar ben je dus geïnteresseerd in heel veel mooie Storm Chase foto's? Hun zijn echte professionals. Ik bedoel, ik sta met deze camera, sta ik gewoon daar, proberen wat te filmen. En ik heb ook wel wat beelden te pakken gekregen, zoals deze. Dat wij hier stonden en... Nee, dat is regen. Dat is regen. Hoor maar, er vallen hier nu ook al dikke druppels. Dat is regen. Regen die erachter wordt. Zo! Ja, een beetje ja, uitbeeld. Oké, nou, daar komt hij aan. Ja, blijf verbaasd. Zo! Heb je hem? Volgens mij wel. Klopt. Ofwel, die heb ik. Die heb ik. Nice. Of ik ben gewoon zeiknat, ik voel de druppels gewoon niet meer. Wauw, die heb ik. Oh, die moeten we horen. Ja. Dat was binnen 1,5 kilometer. Dichterbij zelfs. Ik wil hem niet zagen. Wow, die heb ik! Wow. Holy shit! Was dat een CG? Dat was een CG, jongen. Oh. Ja. Zo. Ik weet niet wat ik daarvan heb, maar misschien heb ik iets. Klopt. Hoezo? Nou, en nou zijn we dan eindelijk dus aan het punt gekomen van de unboxing van de Loot Chest. Ik ben er zeker nieuwsgierig naar. Nou, het eerste wat ik even over Loot Chest wil zeggen is het volgende. De box die ik op dit moment ga openen, dit is de September box. Deze box is niet meer te verkrijgen op het moment, volgens mij...
de maand dat je de box bestelt, krijg je dus de box van de volgende maand. Dus ga je nu in september bestellen, dan krijg je de box van oktober. Ga je in oktober bestellen, krijg je de box van november. En zo gaat dat dus verder. Hun proberen altijd te versturen op de 15e van de maand. Dus dan zou je hem altijd de 16e, misschien tot die postbodes het net niet kunnen verzinnen. Dus dan krijg je het de 17e. Maar hun streven er altijd naar uit om hem tussen de 15e te bezorgen. Te verzenden en dan heb je hem de 16e binnen. Maar dan weten jullie dus, deze box die is helaas niet meer te verkrijgen. We gaan dadelijk eventjes een kijkje nemen op de website hoe dat het precies werkt. Maar ik heb zoiets van, ja, ik wil dus nou zo snel mogelijk deze. En ik heb een extra kortingscode voor jullie. Maar ik wil nu eventjes gaan openen. Dus wel, wees voorzichtig als je dus dozen openmaakt. Natuurlijk met scherpe voorwerpen, daar moet je altijd voor uitkijken. En dit leidt mij te veel af. Ik kijk de hele tijd verkeerd. Ik wil niks killen, wil niks vernietigen. Nou, zover ik dus weet, kan er van alles inzien. En het is dus een hele spannende unboxing video. En ik heb echt problemen met dingen open te maken. Volgens mij kan ik dit gewoon zo opscheuren hier. Het gaat er niet om dat die doos dus heel zit, hè? Dus dat maakt niet uit. Tada! Oké, nou, ik heb dus een hele mooie koffiemok zie ik hier al. Dat is het eerste wat ik hier zie. Voor mijn koffie. Oh, is het een koffiemok? Volgens mij is het een koffiemok. Die moet ik uitpakken van Star Wars. Echt awesome. Mijn zus die zal nu helemaal jaloers zijn. Die is een hele grote Star Wars fan. Ja, die moet even... Oh nee, het is geen koffiemok. Of wel? Nee, het is een spaarpot. Het is een spaarpotje van Star Wars. Nee, ik dacht een koffiemok. Oké, het was wel groot, maar ik hou van grote koffiemokken. Maar het is een spaarpot van Star Wars. Echt geweldig. Dus hartstikke leuk om die dus te hebben. Even kijken, we hebben hier Loot Chest. Geek Subscription Box. Daar staat een informatie, neem ik aan, wat er allemaal bij zit. Volgens mij is dit een poster of iets. Wat is dit? Iets van Batman. Da-da-da-da. Ik probeer... Lijkt wel volgens mij een cape. Is het een cape? Lijkt op een cape. Ik denk het. Ik ben benieuwd. Het is van Batman. Zelda deun. Het is Batman. Het lijkt wel een cape. Ja, volgens mij. Het is een cape. Of niet? Nee, het is een... Oh, dat is zo'n schort voor het koken. Nou, weet je wat? We doen hem gewoon om. Ik zou hem als cape gebruiken, hoor. Ik zou hem gewoon als cape zo... Ik zet hem als cape. Ik vind het heel leuk als cape. Volgens mij is het een cape. Schone cape, jongens. Zo. Sorry, evoluties, maar we gaan gewoon nog een cape gooien. Nee. Zo. Maakt niet uit. We houden hem gewoon heel eventjes zo aan. Ik bedoel, anders moet ik naar voren te gaan komen. Valt alles weer om. Daar heb ik geen zin in. We hebben ook een sokken van Pac-Man. We hebben Pac-Man sokken. Oh, die vind ik wel gaaf zelf. We hebben gewoon sokken van Pac-Man. Echt. Die zijn gaaf. Geweldige sokken. Ik vind ze leuk. Sokken van Pac-Man. Oh, dat doet me denken aan de vroegere oude klassieke tijd. Echt geniaal. Goed, we hebben nog meer. Dat zijn dus van... is dit een magneet? Of iets? Oh, een flessenopener. Een flessenopener van Dragon Ball Z met de Dragon Ball logo erop. Oh, ik moet het openmaken. Hey, het is een unboxing of het is geen unboxing, dus ik moet het openmaken. Ik heb trouwens hier een schaar. Waarom doe ik die altijd zo moeilijk? Oh, echt een hele leuke fles. Hij is ook echt... ligt goed in de hand, deze. Ligt echt lekker in de hand, dus... staat er ook op de achterkant. Dragon Ball Z. In de next episode of Dragon Ball Z. Ik vind hem echt heel erg gaaf. Dus ik ben zelf niet echt een bierdrinker. Maar als ik een keertje weer bier zou gaan halen, dan zou ik zeker flesjes gaan halen. Alleen met deze dan kopen. Ik vind hem heel erg leuk. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben... Wat is dit dan? Safety first. Wat is dat? Science. Ik weet niet precies waar dit van is. Laat het even weten in de reacties waar dit precies van is. Het is een soort van ijzeren plaat die je dan ergens op zou kunnen hangen. Even kijken. Dus, you will be hurt. Coworkers don't endanger others. The company. Replacements are costly. Science investigators. Safety first van Aperture. Science investigator. Ik denk dat het van een of andere game of zoiets is. Ik wil niet iets verkeerd zeggen, maar ik vind hem heel gaaf uitzien. Dus, zeker gaaf om te hebben. Dus ik denk dat er mensen waren die het weten van... Oh mijn god, dat is awesome. Ik heb echt geplaatst. Ik vind hem geweldig. Dat is het leukste. Ik heb hier inderdaad nog steeds dat Batman ding aan. Dus dat is gewoon geweldig. Er zit ook een stripboek bij van Harley Quinn. Ook weer van Batman. Dus ik vind het een beetje Batman geteamd. Ik bedoel, we hebben van Star Wars hebben dus een... We hebben van Star Wars hebben dus een spaarpotje.
En is dit ook een soort magneet eigenlijk? Want het voelt aan als een magneet. Blijft een beetje plakken. Ik ga het ook even uitproberen. In ieder geval, we hebben dus ook een stripboek van Harley Quinn. En daar kun je dus hier in het Nederlandse... Wacht, eventjes. Even, voordat ik hem ga openzetten. Zo. Ja, kijk, dit is gewoon even een openbare pagina. Volgens mij is het gewoon in het Engels. The Franny and Jolly Frog. Ja, het is gewoon in het Engels. Dus hartstikke leuk. Dus vergeet niet, nogmaals, deze box kun je helaas niet meer krijgen. Maar de oktoberbox, die kun je dus nu nog bestellen. Ja, zolang dat het natuurlijk nog september is, staat ook op de website. Gaan we dadelijk nog heel eventjes naartoe. Nou, dan hebben we ook nog natuurlijk, om alles af te sluiten, heb je alles opengemaakt. En dan heb je nerds! Deze dingen die had ik vroeger altijd als een klein kind. En ik laat ze ook gewoon vallen, want mijn handen zijn gewoon veel groter toen ik een klein kind was. En deze dingen zeggen wel, oké, even kijken, zijn dit een nerds? Oh ja, het zijn nerds. Het zijn echt nerds. Ik wil nerds. Geef me de nerds. Oh, ze zijn zuur. Dus. Dus even een recap over wat we allemaal uit de loot chest van september hebben gekregen. We hebben dus de Batman cape. Of je gebruikt hem als schort, maar echt serieus. Het ziet er meer uit als een... Hou het nou eens. Dit is gewoon een cape. Ja, dit is gewoon een Batman cape. Die ga ik hier ergens ophangen, gewoon aan de muur. Ik vind hem hartstikke leuk. Omdat ik ben een grote fan van de oude, moet ik erbij zeggen. De oude Batman. Nieuw Batman vind ik ook wel leuk, maar de oude vond ik veel leuker. Dus we hebben een Batman cape. We hebben een hele mooie koker voor de Batman cape. Ik vind hem ook... De decoratie art die erop zit is wel heel belangrijk. Een spaarpot van Star Wars. Dat is mijn flesopener die ik erop had gelegd. De flessenoper van Dragon Ball Z. We hebben een leuke Harley Quinn stripboek. Dat is dadelijk leuk als de rendering bezig is. Dan heb ik tenminste nog wat te lezen. We hebben een hele mooie tinnen plaat van... Ja, nogmaals, sorry, ik weet niet precies waar dat het van is. Maar Safety First, tot er echt... Ik vind hem wel mooi. Ik vind hem echt heel erg mooi. Dan hebben we nog natuurlijk het informatieboekje van, en niet te vergeten, de Pac-Man sokken en natuurlijk de nerds voor een hongerige nerd zoals ik. En de Eevees die op de achtergrond zitten, nee, die zaten niet in de box, die horen gewoon bij jullie enige echte Stevie. Goed, even een kijkje naar die website. Hier op de website eventjes de informatie over hoe dat alles precies werkt. Je ziet dus hier 1 maand box, dan heb je €27,95 dat je dus krijgt. Dan krijg je, als je dus... In september bestelt de oktoberbox. Als je in oktober bestelt, de novemberbox. Zo gaat het verder. Voor 3 maanden heb je dan €24,95. Voor 6 maanden heb je dan €22,95. Dit zijn bedragen per maand. Hou er dus wel rekening mee als je dus voor 3 maanden gaat. Tot je dus ook echt daadwerkelijk 3 maanden de €25 betaalt. Of de €28. Of iets in die trend. Dus en niet te vergeten op het einde van de periode zelf op te zeggen. Want anders gaat het gewoon, wordt het automatisch verlengd met 1 maand. Dus dan zijn jullie daarvoor op de hoogte. Mocht je nog meer vragen over de website hebben. Natuurlijk hebben ze daar ook, daar, zo werkt het, een FAQ en meer. En daar wil ik het dus eigenlijk een beetje bij laten bij de video. Dus eventjes ook een recap nogmaals. 9 oktober, dan hebben we dus first look. Een uur of 1 sta ik even buiten gezellig. Ik denk zo tot een uur of 2-3 ligt eraan hoe gezellig dat het is. Ik bedoel, ik moet natuurlijk ook nog wel de review schrijven. Of ja, een beetje interviewen daar, hoe dat het daar verder gaat. We hebben de omweg gehad en natuurlijk de grote main ding, reden van deze video, Loot Chest. Ik wil de mensen van Loot Chest enorm bedanken. En niet te vergeten, op het moment dat je dus via deze video naar Loot Chest kijkt, krijg je een extra 5% korting door de code in te voeren. Zelda Player 20_5. En dan krijg je nog eens een keer 5% korting op je abonnement die je dus aanneemt. Dus in ieder geval Loot Chest, enorm bedankt voor jullie geweldige kist. Ik ben echt heel slecht met openmaken. Nogmaals mijn excuses daarvoor. Ik vond het echt gaaf. Ik vond het echt leuk om te doen. En ik hoop dat jullie in de volgende box ook geweldige dingen kunnen krijgen. Wat je krijgt, het is totaal random. Ik weet niet wat het volgende thema gaat worden. Ik zou zeggen, kijk even lekker rond op die website. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je een luxe momentje of heb je een luxe item? Laat het weten in de reacties natuurlijk, als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter voor deze video. Loot Chest, nog enorm bedankt voor, dat ik dus, deze video heb mogen maken. En dat ik dus deze awesome items heb gekregen. Ik vind ze echt heel erg leuk. Dus nogmaals bedankt daarvoor. En met dat gezegd te hebben, wens ik jullie een hele fijne dag. En hoop ik jullie allemaal weer te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken naar deze video. Met Eevee en Vaporeon, Flareon, alle evoluties die nu achter mij zit, zeg ik een hele fijne dag wens. Tot de volgende video.